Een Eowyn. Nou, we vinden dat Eowyn er beter uitziet dan dat ze de laatste weken zag. He? Nou ja. Ja. En dan zie je die huilen, dan zie je die huilen. Je zou zo naar binnen willen gaan. Ja, nou, doet mij ook zeer. Wat deed ik hem maar, nog een toe. Hallo lieve vrienden, ja het is vandaag alweer vrijdag jongens. Ja wat gaat dat tijd toch hard niet. Ja, en we leven alweer op 18 september om 12:30. Jij mag daar niet aankomen. Dat is medicatie voor Eowyn. Potverdikje. Sorry. Medicijnen in principe voor Eowyn. Dus dat is niet voor Rijka en die heeft een bak vol van de eigen. Dus laat dat maar goed zo, oké, dat bedoel ik. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, 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 ja. Huishoudelijke zorg is boven bezig. En nou ja, ik ben nou eindelijk klaar en aan mijzelf toe. Aan een bak koffie en een broodje. Want ik heb eerst Eowyn medicijnen gegeven. Nou, daar moet ik bij blijven, want dat mag een ander niet hebben. Dat moet eerst echt voor haar. Nou, dat maak ik nou tegenwoordig fijn, want ik heb het een week geprobeerd. Dat bekje iedere keer open en nou, eerst ging het wel, maar later dat tongetje ervoor. Nou, dan gooiden ze hem eruit. Nou, dat wou niet meer. Nou doe ik het pilletje fijn maken in een bakje. Een beetje paté, verroeren en dan blijf ik erbij totdat ze dat helemaal mooi op hebben. En ja, dan moet ik verder met de dieren eten geven en dan ben ik pas zelf aan de beurt. En dat is nu pas, ja. En toen kwam de huishoudelijke zorg nog. Dus dan moest ik ook eventjes bij gaan zitten om te vertellen wat er gedaan moet worden, wat mijn prioriteiten waren. En ja, ze is naar boven bezig, dus we wachten het af. Simpel. En iemand die is nou water aan het drinken, nou ook prima. Ja. Ik zou nog wat zeggen, ik weet het even niet meer. Oh ja, nou ja, de bosmaaiers die zijn weer druk bezig. Ook weer bij mijn schutting, alles keurig netjes weg. Tappie voor de lui die met die bosmaaiers rondlopen. En dat ben er momenteel drie stuks, ja. Drie zieken lopen. Dat is helemaal toppie, geweldig toch? Ja, dan mag je blij om wezen. Dat ook jouw gedeelte wordt gedaan, want ze hoeven dat niet te doen. Want normaal gesproken, als jij in een woning woont, voor jouw huis behoor je het zelf schoon te maken. Dat is ook bij mij, voor mijn huis, voor mijn deur. Maar wat doen we dan? Dan hoef ik dat toch niet meer te doen. Maar ook hier al, hè, aan de voorkant, de stoep, doen ze ook. Ben ik niet gewend? Nee, zoek het zelf maar uit. Ja, was het altijd. Rijka die loopt wat heen en weer te harnissen. Hé Rijka? En Eowyn? Nou, we vinden dat Eowyn er beter uitziet dan dat ze de laatste weken zag. Hé? Ja. Ook bovenop is ze niet meer zo heel erg dun. En ze komt langzamer aan, daar komt ze een klein beetje bij. En dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En doe het met een lach, doe ik ook. Ja, sta met een lach klaar. Ik moet vandaag met Rijka naar de dekamarkt afscheid nemen van het personeel. Daarna gaat Rijka weer naar huis, maar dan stuif ik door naar de Vomar om daar boodschappen te doen, want ik moet vleeswaren hebben, ik moet kaart hebben. Het was van de week bij de deka al op en dat wordt dan ook niet meer aangevuld. Vlees voor Rijka, nou dat moet ik ook weer hebben, dus moet ik nou naar de Vomar toe.
En even wat lekkers voor vanavond, want ik heb geen chippie meer. Nee, dat is op. En dan moet ik helemaal een nieuw nail voor mijn chip. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, maar de FOMAR heeft dat toch ook? Ja, de FOMAR heeft dat ook. Maar, dat is... Hé, ik krijg de hik ook nog. Dat is niet mijn chip. Ik hou, dat is allemaal van die leestroep en dat haat tegen je gehemelte. Dat vind ik zo vet, die troep. Ik vind dat... Nee, daar word ik beroerd van. En die chip die ik had, bij de Dekaweg, die had dat niet. En die was in zonnebloemolie gebakken. Maar waar dat andere in wordt gebakken, weet ik niet. Maar dat is vet. Ja, nou, dat hoef ik niet. Daar word ik beroerd van. Dus ja, oké, gedaan de zaken in een keer. Dan moet ik andere week maar even naar Nieuw Nelden vliegen ervoor. En dan doe ik daar ook boodschappen, ja. Komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, ik ga nou mijn bakje koffie en mijn broodje. En ik ga weer aan het werk voor de pc. En dan zullen we het wel weer beleven. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn het maar weer eens een keer. Ik heb de hele dag verder nog niet gefilmd dan ik op vanochtend dat de huishoudelijke hulp er was. Tenminste, op het begin van de middag. En verder daarna niet meer. Maar, wat is nou het geval? Ik was haar laatste cliënt. En dat was ook nog maar weer een jong ding. Dus ze is weer na die tijd weer lekker even gebleven en aan het keuvelen en aan het doen. Hartstikke leuk en gezellig. Daarna ben ik naar de Dekamarkt gegaan. Afscheid nemen. Zeggen afscheid nemen bestaat niet. Nou, in dit geval wel, want een aantal zie je ook nooit meer terug. Nee. Ja, misschien in de hemel. Maar ik ben met Rijka erheen geweest. En Rijka die mocht hier en daar even wat los. Ja, ik had er wel aangelijnd, maar ze hoefde niet op de moester te blijven. En ze hebben er een aantal geaaid en gedaan en zo lief, zo aandoenlijk. Maar ik had een paar dingetjes gekocht. Ik heb ook mezelf nog weer even getrakteerd, want bounties hadden ze niet meer. Ik neem mijn corona mee, ja. Dus ik heb een corona meegenomen. Ik heb ook voor Karin weer drinken meegenomen. Olea, weet ik veel, dat ook alweer. Hey. Die groene fles die er staat, aloe, aloe heet dat. Ja, dus die heb ik weer voor Karin gekocht, die ook weer te drinken als ze hier komt. En drie van die heb ik gekocht voor Rijka. En ja, ik zit verder te denken. Ja, drie van die. Oh ja, en twee broodjes. Frikandel voor 99 cent. Ja, wie doet je wat? Meenemen. En dat had ik in mijn voormandje gedaan. En dat ik bij de kassa was geweest. Was nog maar één kassa open. Ook zo treurig. Toen ben ik naar de balie gegaan en toen heb ik om de megafoon gevraagd. Of de microfoon. Dan bleek dat net zoiets te wezen die we vroeger hadden bij een 27-6 op tafelmic, weet je wel. De oudere garde die weet dat wel. Druk die knop in en ik heb eventjes hun toegesproken hoe en wat. Ja, en medewerkers van de Dekamarkt, bedankt. Dat was eventjes hartstikke leuk. Maar helaas waren niet alle medewerkers erbij. Want we waren dan ook vrij, omdat er nog maar zo weinig te doen was. Maar de rest van de ploeg zou pas om 5 uur komen. In mooie kleding, op een paasbest, laat maar zeggen. Want er worden ook foto's gemaakt nu. Nou ja, en dan zie je die huilen, dan zie je die huilen. Je zou zo naar binnen willen gaan. Ja, nou, doet mij ook zeer. Wat teken me, nog een toe.
Ja, nog meer hoor. Niet mij alleen. Er stond zelfs nog een man buiten te huilen. Onze deka. Maar ja, ze zitten er ook al vanaf het begin. Ik heb gehoord vanaf 96. Kun je nagaan? Toen woonde ik hier nog niet eens. Ja, ik ben een Heldenaarse. Maar ik heb ook jaren niet in een Helden gewoond. Dus kun je nagaan, hè? Van 96. Nou, dat is ver weg. Ja, hoe oud was ik toen nog? Jeetje, dat weet ik niet eens. Ja, mijn zoon die had ik al, want die is van 80. 96, die is van 83. Of ja, nou ja, dan moet ik allemaal moet gaan rekenen. Dat doe ik nou niet, hoor. Geen zin in. Maar in ieder geval, ja, doet je wel veel verdriet en veel pijn. Dat je die mensen weg ziet gaan. Die gaat daar naartoe, die gaat daar naartoe. Sommigen zie je helemaal nooit meer, want je komt daar niet. Baal je van, hè? Ja. Maar oké, ja, we moeten weer verder. We gaan ook weer verder. Enkel wat er dan met dat pand gaat gebeuren, dat weet niemand. Er wordt enkel wel veel geroddeld. Heel veel. Ik heb ook met eentje staan te praten, daar praat ik liever niet mee dan wel. Maar dat doet er niet toe. Die zei dat ze het in hun eigen, bij hun eigen in de hand hebben gewerkt. Hoezo? Hoezo? Bij hun eigen in de hand gewerkt. Wat weet jij meer dan ik weet? Ten tweede, ik heb jou nog nooit bij die winkel gezien. Je gaat altijd naar andere winkels. Dus wat weet jij meer dan ik weet? Niemand weet wat. Ja. Wat wij van het personeel hebben gehoord. Het personeel heeft meestal gelijk. Nou, dat is allemaal één. Hetzelfde verhaal. Ze konden het niet meer bolwerken. Te weinig klandizie. Ja, dat klopt. Er kwam ook niet veel eigenlijk. Het had eigenlijk meer een kleinere buurtwinkeltje moeten wezen. Weet je? Maar ja. Het was zo'n heerlijke winkel. Zo zalig. Het personeel was altijd zo ontzettend lief. En ja. Dan moet ik naar de Vomar. Daar is het drukker. Maar lang niet zo gezellig. Nee. Lang niet zo gezellig dan dat de deken was. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Maar oké, lieve vrienden, het is 17:30 geweest. Tijd om weer wat in elkaar te zien te vlonsen. Ik weet eigenlijk niet wat. Ik weet even nou niet wat ik eten moet. Ik heb ook totaal even geen zin. Mijn diëtjes moet ik zo meteen wel doen. Ik heb één vlog in elkaar gezet. Dat kwam ook niet eraan toe om een tweede te doen. Ook vanwege dat het meisje langer bleef. En omdat ik lekker vanmiddag weg ben geweest. Ik had jullie helaas niet mee. Want ik zou eigenlijk onverwacht bij iemand op visite gaan. Waar ik... Hakkie is niet in mijn hoofd hoor. Ik ben op de dijk geweest en daar vond ik het koud. Ik dacht, nou, ik wou Rijk al los laten lopen. Die heb ik ook een tijdje losgelaten. Ze hebben ook een tijdje helemaal los op de booster gestaan, nou toppie. En ik denk, hey, ik ga wel even kijken of die mensen thuis zijn, weet je wel. Nou, ze waren wel thuis, maar de ene had dit en de andere had dat. Ben ik naar het Churchillpark gegaan, Timo Park. Nou, daar ben Hekje Lubbels vaker mee naartoe genomen. Daar is een hele groep met muziek. Nou, hartstikke leuk. Zeg, willen jullie reclame hebben? Want ik ben een vlogster. Ik zeg, dan kom ik een keertje hier wanneer jullie hier ook zitten. Ik zeg, dan kom ik vloggen. Nou ja, misschien morgenmiddag. Dus ja, ik weet niet wat morgenmiddag mijn dag gaat brengen. Want ook zou ik dit weekend naar mijn broer en mijn schoonzus. Nou, dan kan ik ook niet vloggen. Maar ja, dat doet er niet toe. Daarom kan ik sowieso dan niet vloggen. Maar ja, ik weet niet welke dag dat gaat worden dat ik naar hun toe ga. Of het nou morgen is, of zondag is, dat weet ik niet. Het zou met weekend, maar dat moet ik nog even navragen. En anders plan ik dat gewoon voor zondagmiddag in. Ja toch? En dan gaan we morgenmiddag gewoon naar het Churchillpark. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, dat is later zorg. Daar hoef ik me nou nog 1, 2, 3 niet druk over te maken. Ik pak gewoon vertrek de telefoon en ik bel erop van, kan ik zondagmiddag bij jullie komen? Ja.
Maar in ieder geval, toen ben ik weer richting de stad gegaan. En heb ik de hele tijd bij de DK voorgestaan. Ja, dag DK. Nou, af en toe kwam er eentje van het personeel eventjes naar buiten. Ja, zo en succes voor je verdere leven. Nou ja, toppie. Jee, we mochten niet meer binnen. Er stond nog een man buiten met een fiets. Die woont ook heel dicht bij de Dekamarkt. Maar die was op de fiets naar de Deka gegaan, had boodschappen gedaan. Hij is naar huis gaan lopen, dus de fiets had hij daar laten staan. En had ik shit, mijn fiets. Nou, is hij maar weer teruggelopen met zijn fiets op te halen. Nou, toen stond hij er ook nog eigenlijk treurig toe te kijken. Ja, palen, onze Deka. Weg. Ja, wat moeten we nou? Moet maar bij de Albert Heijn boodschappen doen. Ik zei, die is duurder dan de Vomar hoor. Ik zei, dan kan je nog beter weer naar de Vomar gaan. Dus ja, en ik zeg, en anders de fiets pakken. Ik zeg, naar Nieuw de Helder toe gaan helemaal. Ik zeg, daar heb je ook nog weer een DK-markt. Dus ja. We weten het even niet. We zijn een beetje ten neergeslagen. Van ja. Ik ging er altijd wekelijks ging je erheen en voor de kleine beetje boodschappen wat je voor de, naar de woonbar ging, dat was zeker voor mijn vleeswaren en mijn kaas. Ja, en als de deka geen brood meer had, dan haalde ik daar ook brood, want dat was om het even. Maar met de meeste dingen is de deka, de woonbar, vele malen duurder dan de deka was. Ja, en nou moet je toch weer schipperen, dus ik denk toch dat ik één keer in de week naar Nieuw de Helder toe vlieg. Als ik echt wat nodig heb aan grote dingen, maar zoals kattengrip toch naar Nieuw de Helder, want dat haal ik dan wel bij de deka vandaan. Ja, wat verdikje. Maar oké, lieve vrienden, ik zit dan weer genoeg te praten hier. Bijna 11 minuten zit ik hier al vol te praten. Ik ken al meer, maar dat doet er niet toe. Ik wens jullie natuurlijk een smakelijk eten. En ja, maak er wat van. Maak er een mooie, gezellige, liefdevolle avond van. En natuurlijk na die tijd wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed komen. Dus zeg het tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.